Ja, meneer Doesburg, u bent aan het kijken bij uw kleinzoon Pepijn. Ja. Hoe kijkt u naar zo'n wedstrijd van uw kleinzoon? Ik kijk alleen maar naar Pepijn. Dat is leuk. Elke week ga ik naar hem kijken. Ik vind het leuk. Bent u trots op hem? Erg. Ik zie hem elke dag. En ik vind het leuk. Zoals hij speelt, vind ik leuk. Veel op de bal. Niet noemenswaardig scoren, maar gewoon ballen in de ploeg houden. Ja, u zegt het al een klein beetje. Wat voor speler is Pepijn? Combinatiespeler. Hij rond niet zoveel af, maar hij wil spelen. Hij is technisch. En als u zegt, ik kijk alleen naar Pepijn, maar als u naar het team kijkt, hij is van Feyenoord naar Sparta gegaan. Het is lekker weer en Sparta is mijn ploeg, hè? Ja. In die zin vindt u het wel leuk dat hij de overstap naar Sparta heeft gemaakt? Ja, ik vind hem erg leuk. Sparta knokt, dat vind ik leuk. Ja. En ziet u ooit op termijn uw eigen kleinzoon ook een keer het eerste elftal shirt aantrekken? Dat weet ik niet. De tijd zal het leren. Ja, de tijd zal het leren. Als u kijkt naar uw eigen carrière en hoe dat in de jeugd vroeger bij u ging. Wat voor verschillen ziet u met de manier waarop Pepijn op dit moment wordt opgeleid bij Sparta? Er wordt veel meer getraind. Er wordt aandacht aan de kinderen besteed. Wij moesten dat allemaal zelf doen. Ik had een trainer die... Pieter Visser, dat was die begeleidde mij, maar normaal, ik deed alles zelf. Nu hangen er overal teammanagers en materiaalmannen aan vast en dat was vroeger denk ik niet. Nee, je moest je carrière zelf opbouwen. Ja. En dan word je laatst wat. Dat is waar. Helpt u Pepijn daar ook in? Geeft u hem advies af en toe? Nee. Of hebben jullie vaak over het voetbal? Nee, ik heb wel over het voetbal, maar over zijn prestaties. Ik ben keeper geweest. Dat is een hele apart vak. Daar kan ik met hem niet over praten. Nee. Hij is spits, hij staat in de punten van de aanval. Dat is een hele andere positie natuurlijk. Maar wel qua tips, qua carrière, wat je kunt doen, waar je voor moet oppassen, dat soort dingen? Je moet wat meer mentaliteit tonen. Als hij meer kwaliteit toont als spits, dan komt het wel goed.